bij professor Dr. Berend van der Leyen. Het leuke is dat hij is ook echt hoogleraar in de cosmetische chirurgie, toch? Zo heet het? Ja. Ja. En daar is een leerstoel van. En hij is, ik geloof zelfs binnen Europa, de enige hoogleraar. Hij was de eerste. Ondertussen is er nog iemand aangesteld, ja. In Engeland volgens mij. Maar ik was wel de eerste in Europa. Ja. Dat is een leuke bijkomst. Ja, vind ik heel interessant. Enfin, maar hij is ook plastisch chirurg, cosmetisch arts. En ik wil nu heel graag van jou weten. Ik heb het idee dat ik niet meer dezelfde cosmetische behandelingen kan ondergaan dan bijvoorbeeld 10, 15 jaar geleden. Om even een voorbeeld te geven, toen had ik natuurlijk veel minder rimpels en deed ik wel eens een botoxpuitje of een filler. Nu doe ik dat niet meer, omdat ik het gevoel heb dat het weinig met de kraan open is, omdat ik denk, ja, ik kan wel een beetje lopen vullen, maar het hangt en het zakt. Ik heb veel meer het idee dat er iets aan het volume of aan de sterkte van je huid moet gebeuren. Met andere woorden, behoort er bij elke leeftijdscategorie andere behandelingen of hoe moet ik dat zien? Daar heb je wel een punt, ik denk het wel. Kijk, het begint zo in de leeftijd van 30, beginnen we met wat cosmetische behandelingen. En wat doen we dan? We gebruiken een beetje botox voor de dynamische rimpels, zoals voor de frons, de lachrimpels. En we gebruiken heel met enige regelmaat volume bijvoorbeeld om het volle lippen te willen gebruiken. Dat vinden we mooi. En dan word je 40, dan gebruik ik nog steeds een beetje botox voor de dynamische rimpels. Het volumeverlies neemt wel iets toe, hebben we iets meer filler nodig, eventueel de neus-mondontplooi vullen we. En we beginnen de eerste bovenlipcorrecties al te komen. Hè? Want alles zakt een beetje. Ga je weer 10 jaar verder, of nog verder, dan neemt het volume steeds verder af in je gezicht. En dan kun je, is inderdaad, kan ik me voorstellen als klant dat je denkt, nou is het bijna met de kraan open, ik moet zoveel filler gebruiken. Ja, ik doe het ook niet meer. En wat je heel veel ziet ook is, ook je kaak wordt iets vierkanter omdat de huid eruit zakt. En wat zie je dan als je alleen maar met fillers blijft werken? Dan blazen ze dit met name op, zodat het nog steeds een beetje jeugdig rond lijkt en je krijgt een zeker veel te onnatuurlijk gezicht. Ja, dus bij op een gegeven moment ontkom je niet aan om dat uitzakken echt te corrigeren met een lift. Dus dan moet je als je tijd begint kun je met een beperkte lift, facelift dit oplossen of je voorhoofd. En in diezelfde procedure breng je een eigen vetweefsel aan. Want vetweefsel aanbrengen betekent een soort vezeltransplantatie. Daarmee kun je volumeverlies in je gezicht veel natuurlijker vullen. Dus dat is eigenlijk wel de tendens. Op een gegeven moment kun je niet meer met fillers en botox alles oplossen. Maar dan doe je dat met je eigen vet en dan haal je ergens vet vandaan. Ja, iedereen heeft wel ergens vet. Ja, kijk, ook als je, nou, gaat niet om grote hoeveelheden in je gezicht. Nee. Je hebt iets van 15, 20, soms 30 cc vet nodig, want het overleeft ook niet allemaal. Hè? Ongeveer een klein deel blijft er, mensen hier maar waar, 60% overleeft van het vet. Maar weten we al genoeg wat er met dat vet gebeurt? Stel, ik laat dat vet uit mijn billen halen en daarmee vul ik mijn gezicht wat op. Ja, je mag het in het gezicht. Ja. Nou, nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, nee, maar halen we niet. We halen van de buik. Als je het op die jonge leeftijd doet en je wordt later dikker, dan kan het vet in je gezicht groeien. Dat is beschreven. Dus de jonge mensen die een filmpje gedaan hebben, die later heel dik werden, denk ik een dikke kop, eigenlijk een vetgroei. Oh. Maar gewoon als je normaal, met jouw habitus, je bent een slanke vrouw, ziet er steeds goed uit voor je leven. Nou, en je zou jouw vet gebruiken voor je gezicht, zou het gezicht wat mooier voller worden. Het verbetert je huid zelfs, want er zitten nog stamcellen in vet. En je zou het een beetje strakker moeten trekken. Dan wordt het natuurlijk mooier en dan wordt het niet opgeblazen. Maar ook heb je niet de habitus om dik te worden. Dus dat past dan goed. En zijn daar ook al langere studies van? Ja, want dat er niet over. Ik heb ooit een keer gehoord, en die vraag heb ik al eens een keer eerder gesteld, dat vet niet meegroeit met de vorm van de verzakking van je huid. Dus op een gegeven moment is je huid al verder dan dat het vet, dat zit dan nog op een bepaalde plek. Nou, kijk, het vet zit in diepere compartimenten. Dus het is wel zo dat de huid anders zakt dan het vetweefsel. Maar vet zit in wel compartimenten die er altijd gezeten hebben. Dus wat je met die lift doet, die huid komt weer op de goede plek. Die vetcompartimenten worden veel minder verplaatst. Die moeten weer wat gevuld worden door die nieuwe vet. Ja, en want ik ben wel geïnteresseerd in dat vet, omdat ik ben een beetje weg van al die fillers, althans te veel. Ik ben zo bang dat je ziet zo van die opgeblazen hoofden.
Met dat vet heb je daar iets minder kans doen dus. Nee, dat moet je op een natuurlijke wijze doen. Ja. Je moet niet overvullen. Nee. En je kan beter nog eens een keer, een tweede keer vullen, dan dat je in één keer denkt, nou weet je, laat er lekker veel in vullen. Dat doen we niet. Ja. Nee, en is het ook zo, want we hebben gehad over de dertigers, die dan hier en daar nog een motortje. Kom je goed mee uit. Is het dan ook zo dat fillers en botox en kleine cosmetische ingrepen ook kunnen dienen als een soort onderhoud? Met andere woorden, moet je daar altijd mee beginnen? Nou kijk, je moet ermee beginnen wanneer je iets storend vindt. En het onderhoud, ja kijk, hyaluronzuur wordt natuurlijk weer afgebroken. Ja. En als je hyaluronzuur op tijd weer een beetje aanvult, is gebleken uit studies, hou je veel langer effect. Ja. Dus bijvoorbeeld hyaluronzuur voor je neus-mondhoekplooi, als je daar dat een beetje vult op een speciale techniek, krijg je daar een goed effect van. Als je dat 4 tot 6 maanden herhaalt, dan is het volgende effect veel langer. En dat komt ook, behalve dat hyaluronzuur natuurlijk niet langer afgebroken, dat geeft ook een beetje littekenreactie, een beetje beestreactie. En daarom houdt het dan langer aan. Zo moet je het zien. Maar je hebt ook, nu hebben we het over fillers en botox, maar je hebt ook behandelingen die de collageen aanmaken, stimuleren. Ja, theoretisch zou je het ook moeten doen. Dus je zou om de huid zelf kwalitatief beter te maken, heb je microneedling nodig, peelings, eventueel laserbehandelingen die je huid ook weer strakker en dikker maken. Ja, precies. Maar daar kun je dus niet vroeg genoeg mee beginnen waarschijnlijk. Dat moet je goed onderhouden. Ja. Daar zou je best op tijd mee kunnen beginnen. Ja. Kijk maar naar iemand, ik weet niet of je in een omgeving die bekend die 90 plus is. Papier in de huid, hè? Ja. Heb je dat eens gezien? Hoe ja, is? Nou, mijn moeder is wel richting de 90. Nee, maar het wordt, kan heel dun worden. En dat, als we dat zouden kunnen voorkomen, zouden we een hele eind van vrouwen kunnen voorkomen. Ja, ja. En 50ers en 60ers, dat is nog even de laatste vraag. Wat zou jij die eerder adviseren? Toch ook eerder dus die lift? Of? Nou, het hangt heel erg vanaf wat ze willen bereiken. Het allerbelangrijkste is, mensen zeggen meestal bijvoorbeeld dat ik wil een facelift. Vraag ik, goh, wat wil je nou eigenlijk? Eigenlijk willen ze bereiken als je weer onder de mensen komt en het bestelt, dan zeggen ze, joh, zie je goed uit. Ja. Je hebt vakantie geweest. Ja, en meer niet. En meer niet. En je wil niet een onnatuurlijk gezicht. En ik kan van een 60-jarige geen 30-jarige maken. Maar dat betekent in essentie, mijn nadruk ligt altijd op de behandeling van het gebied rond de ogen en de mond in het kruis. Want zo kijk je. Psychologen hebben aangetoond, met uitwerkstudies, dat het gebied waar ik kijk. Dus ik kan jouw kaaklijn wel strak maken. Mm-hmm. Als dit niet perfect is, gaat niemand dat effect zien. Dan zijn mensen toch onbewust een beetje teleurgesteld. Dat is een mooie strakke kaaklijn en niemand dat op een gegeven moment zegt, goh, wat zie je er goed uit, want er is niks aan een zakkende wendag gedaan. En daar moet je voor komen. Ja. En wat is nou eigenlijk de grootste fout die 50ers en 60ers kunnen begaan als ze naar een cosmetisch arts gaan. Zich laten overvullen en het gezicht gaan opblazen en denken dat met een zogenaamde liquid facelift je blaast het gezicht alleen op en het wordt inderdaad wat voller en ronder, maar uitgezakt weefsel lift je totaal niet en dat moet je gewoon niet doen. Nee, nou interessant om te weten. Hartelijk dank voor je tijd. Oké. Okay.